Patatbakken in Antarctica, het klinkt onrealistisch. Maar als het een arend in Groningen ligt, gaat het toch echt gebeuren? Als ik dat dan lees, iemand gaat patatbakken in Antarctica, dan denk ik van, ja, wat is dat van gestoord idee? Ja, maar het is een beetje een consequentie uit een eerdere actie, waarbij ik op de punt van Terschelling helemaal desolaat tussen de sternkolonies en de zeehonden met mijn kraan ben gaan staan. Een soort nietige mens in een overweldigend landschap, op een plek waar je hem niet verwacht. En zeker niet met een patatkraan. Antarctica zal waarschijnlijk niemand zijn die er verbaasd over is, omdat daar geen... Niemand is? Omdat daar niemand is. Misschien een verdwaalde onderzoeker. Patatbakken in Antarctica zie je als kunst? Ja. Maar wat is hier nou kunstzinnig aan dan? Je zou kunnen zeggen de daad. Hè, de daad is kunstzinnig. Het zoeken naar dat ultieme beeld, dat is kunst. Ook dat er genoeg mensen zijn die denken, ja, die man die gaat erin, is knettergek. Ja, nee, dat... Maar dat is ook prima. Maar voor die mensen heb ik altijd nog wel lekkere patat. Ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. Nu wil ik wel zo'n patatje proeven. Ja, zullen we het gaan doen? Kijken of het vet heet is. Dankjewel. Alsjeblieft. Eet smakelijk. Of de pingwings lusten, dat weet ik niet. Maar het smaakt in ieder geval goed. Nou, hartstikke mooi. Hoeveel moet het eigenlijk gaan kosten? Hoeveel geld heb je nodig? Grove rekensom kom je gauw boven een ton uit. Boven een ton? Ja. Voor al met al patat bakken? Nee, een ton voor een fantastisch avontuur. Denk je dat je wat verkoopt? Er is nog geen hond. Nee, maar daar ben ik eigenlijk ook helemaal niet zo mee bezig. Het wordt eigenlijk steeds minder belangrijk.